Thijs. Ik vind het echt heel erg voor je. Ja? Wat een open deur. Ik meen het. Waarom hou je niet gewoon je mond dan? Waarom ben je hier überhaupt? Omdat ik... Kan ik misschien iets voor je doen? Al is het alleen maar luisteren. Ik heb jouw hulp niet nodig. Ik hou nog steeds van je. Ook al zijn we uit elkaar. Houden van? Jij bent met me weggegaan en vervolgens heb je er alles aan gedaan om Teddy bij me weg te houden. Daar wil ik het liever nu niet over hebben. Heb je met Sjoerd een klein feestje gevierd? Dat de kinderbescherming jou gelooft in plaats van mij? Nee, natuurlijk niet. Ik wil juist dat jij en ik er samen op een normale manier uit kunnen komen. Jij en Sjoerd en Aysen hebben mij gesloopt. Ik kan mijn carrière vergeten. Ik ben Teddy kwijt. En zelfs de dood van mijn zusje zet jij in? Waar heb je het over? Jij denkt dat je Teddy hebt. Niet dus. Je bent niet toevallig op je hoofd gevallen toen je viel? Ik weet het niet. Ik heb hem op mijn armen opgevangen, geloof ik. Hoezo? Nou, uitvalsverschijnselen kunnen ook een neurologische oorzaak hebben. Hersenbeschadiging? Nee, dat hoeft niet. Ik kan het alleen niet uitsluiten. Daarom zijn die foto's zo belangrijk. Jongens, ik ga even kijken waarom het allemaal zo lang duurt. Weet je echt niet meer hoe je terecht kwam? Mam, het ging allemaal gewoon heel erg snel. Sorry. Kan je misschien een beetje water halen? Ik heb nogal dorst. Voor mij ook, alsjeblieft. Ben je nou mee bezig? Je zou je mond houden. Sam, kom op. Je moet het aan Anton vertellen. Een explosie is echt wat anders dan van de trap vallen. Jij wil alleen maar van je schuldgevoel af. Jij bent alleen maar bang dat je geen BN'er wordt. Kom op, Sam. Je gezondheid is toch veel belangrijker? Zolang we met z'n allen nog niets hebben afgesproken, houden we ons mond over alles. Het kan niet anders, toch? Jullie staan te liggen, hè? Wat is er gebeurd?